Steeds meer mensen raken in financiële problemen. Daar horen ook goed opgeleide mensen bij uit de middenklasse en bovenmodaal. De economische recessie is daarvoor niet de enige oorzaak. Werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ook echtscheiding spelen vaak een rol. Corrie is een van de velen die hierdoor in de problemen raakte. Vanuit de kerk werd maatje Ilse gevraagd om ons contact met Corrie op te nemen. Later zou Ilse de cursus ontwerpen voor schuldhulpmaatje en werd ze een van de cursusleiders. 7 jaar geleden kwam ik terecht in een onverwachte scheiding. En dat was eigenlijk zo traumatisch voor het hele gezin. Ja, uiteindelijk was ik langer dan een jaar ziek, dus kreeg ik veel minder inkomen. Er waren momenten dat er niets meer was. Dus dan ging ik bij de achterbuurvrouw melk lenen. En zo kon ik nog een paar borden Brinta maken. Terwijl ik wist dat ik die melk niet terug kon geven. Uiteindelijk ging de cv-ketel kapot. En ik wist eigenlijk dat er geen geld was om hem te laten maken. Dus wij hadden geen verwarming meer in huis. En uiteindelijk hebben we het huis verwarmd met het gasstel. Voor het koken, dan deed ik alle 4 de pitten aan. En dan werd het warm in de kamer, warm genoeg om er te zijn. Op het moment dat je het woorden geeft en zegt van ik red het niet meer of het gaat gewoon niet meer, dan is het ook echt zo, dan is het een feit. En omdat ik daar niet mee kon handelen, waarschijnlijk onbewust, ben ik niet in staat geweest in die tijd om hulp te vragen. De eerste keer dat ik bij Corrie aanbelde, toen trof ik Corrie aan redelijk wanhopig. En natuurlijk is het spannend om met je billen bloot te gaan, want in Nederland praten we niet zo over onze financiën. Maar ze liet me alles zien. Toen Ilse in huis kwam, vond ik dat heel erg eng. Vond het heel bedreigend. Voor mezelf was het een grote chaos. Van ja, waar begin ik? Wat laat ik zien? Wat zeg ik? Zij ging zeer respectvol met mij om. Zij behandelde me als volwassen vrouw. En daardoor durfde ik ook open te zijn en de situatie voor te leggen zoals hij was. Ik dacht, we moeten eerst maar eens overzicht hebben. Corrie heeft alles, werkelijk alles bewaard aan papieren. Dus we zijn ook begonnen met heel veel weggooien. En dat gaf haar zo'n opluchting. En daarmee kwam er weer orde en inzicht in haar hoofd. Na verloop van tijd werd Ilse echt een anker voor mij. Ik klampte me daar echt aan vast. Ik had haar nodig, terwijl ze ook de ruimte nam om te luisteren naar mijn emotionele verhalen. Want ik zat ook in een rouwverwerking. Nou, doordat we alles op een rijtje kregen, toen bleek dat de situatie niet zo ernstig was als Corrie dacht. We waren mooi op tijd. De schuldhulpverlening hoefde niet ingeschakeld te worden. Daardoor werd zij niet alleen financieel een maatje, maar ik ging haar buddy noemen. Zij was ook mijn emotionele buddy. Er moesten wel beslissingen genomen worden om mijn uitgaven te verminderen. En een belangrijke stap daarvan was dat ik mijn auto weg moest doen. Dat vond ik heel ingrijpend en heel erg. We hebben ook gekeken of er nog extra inkomen te genereren was ergens vandaan. En zo kwamen we er ook achter dat gezien haar gezinssituatie met een zoon met autisme, dat in Nederland als chronisch ziek wordt gezien. En daar was ook nog weer een regeling voor, waardoor ze elk kwartaal een mooie extra bijdrage kreeg. Hellendoorn is een pilotgemeente van Schuldhulpmaatje. Het project bracht de schuldhulp door vrijwilligers in een stroomversnelling. Er was al een noodfonds, maar men constateerde dat een eenmalige gift zelden de oplossing is voor het financiële probleem. Volgens het concept van schuldhulpmaatje kan men nu preventief en structureel hulp bieden. Mensen krijgen steeds meer papieren thuis, moeten een financiële boekhouding doen en hebben daar soms hulp voor nodig. In 2004 klopten de kerken bij ons aan, er kwamen steeds meer mensen om hulp vragen. In 2005 heeft toen de politiek actie genomen, de raad, en die zegt van als we nu eens hun hulpfonds oprichten. Wij hebben als gemeente toen de conclusie getrokken van dat 1 euro per inwoner een wezenlijk bedrag zou kunnen zijn voor dit hulpfonds.
In de samenwerking met hulpfondsen bleek dat een aantal mensen gewoon structureel begeleiding nodig hadden. Maar een heleboel mensen kun je veel laagdrempeliger aanbieden. En die kunnen begeleid worden door vrijwilligers. En dat is Schuldhulpmaatje. Dominee Wim Ane is diaconaal predikant en coördinator van Schuldhulpmaatje in zijn stad. Hij is jarenlang betrokken bij de armoedebestrijding. Hij wist andere kerken en organisaties in zijn stad te overtuigen dat Schuldhulpmaatje een stimulans zou zijn voor het diaconale werk. We zijn hier in Dordrecht ingehaakt op Schuldhulpmaatje. Mensen hoeven geen lid te worden van de kerk om geholpen te worden. Het is een moderne vorm van diaconaat en we denken dat koppelverkoop uit den boze is. Aan de andere kant hoeft de hulpverlener het maatje, als hij of zij zelf christen is, dat ook niet te verbergen. Om vrijwilligers te werven maken wij vooral gebruik van de contacten die we hebben binnen het diaconaal platform Dordrecht. In Lelystad bestaat al 13 jaar het IDO, Interkerkelijk Diaconaal Overleg. Het is het vrijwilligerswerk van de gezamenlijke kerken. Het omvat inloophuizen, voedselbank en ook schuldhulp, ondergebracht in het ISL, Interkerkelijke Schuldhulp Lelystad. Het ISL sloot zich vanaf de start aan bij Schuldhulpmaatje. Schuldhulpmaatje profiteert van de ervaring uit Lelystad. Omgekeerd profiteert men in Lelystad van de landelijke projectleiding en cursussen. Wij hanteren in Lelystad heel nadrukkelijk een visie op de participatiemaatschappij, waarbij wij het van belang vinden als gemeente om de mensen die de uitvoering in de praktijk doen ook daadwerkelijk te faciliteren, zodat zij het werk daar in die samenleving zo goed mogelijk kunnen doen. Daar zijn wij niet van, dat is hun pakkie, Jan. Succes meten van vrijwilligerswerk is altijd lastig, maar wat we in Lelystad gezien hebben is dat als het gaat om schuldhulpverlening, het slagingspercentage verhoogd is van 30% naar 70%. Daarnaast ligt er een rapport vanuit 2009, aan de hand waarvan wij zien dat iedere euro die we investeren het tienvoudige oplevert. Nou ja, dat is voor ons wel zeg maar een basis om te zeggen dat het goed gaat zoals het nu gaat. Een groot voordeel vind ik ook van het project Schuldhulpmaatje, dat vrijwilligers een training krijgen, dat ze ondersteuning krijgen bij hun werk en dat daarmee de kwaliteit van het werk verbetert. Het is natuurlijk altijd prachtig als je mensen in nood kunt helpen. Het mooie van Schuldhulpmaatje is dat je niet alleen op de korte termijn iets kunt doen, maar dat je ook structureel helpt. Dat je niet alleen helpt om te dweilen, maar ook helpt om de kraan dicht te draaien. Het gaat gewoon heel goed met me. Ik ben steeds sterker geworden. We zijn 2 jaar met elkaar opgetrokken, waarvan in het begin heel intensief. We zijn nu 7 jaar verder en ik ben heel erg dankbaar met mijn huisje waar ik nu woon. Ik heb een prachtig huis uiteindelijk gekregen. Ik heb ook weer een autootje, dus ik hoef niet meer alles op de fiets te doen. Ik ben heel dankbaar dat Corrie mijn allereerste hulpvrager was, omdat we zo'n goede klik hadden en we zoveel van elkaar geleerd hebben. Ik ben er heel naïef in gegaan. Ik dacht, dat doe ik eventjes. De inkomsten omhoog, de uitgaven naar beneden. En dan zijn we er. Maar er zit veel meer achter. Er zit een mens achter. Er zit een oorzaak achter. En als je de oorzaak te pakken hebt, dan kan je ook aan de gevolgen werken. Ik weet gewoon hoe beroerd ik erbij gezeten heb. En waar ik me zo over verwonderd. En wat mij ook zo dankbaar maakt, is dat ik zie hoe ver een mens weg kan zijn, hoe hopeloos een situatie van iemand kan zijn en hoe God weer in staat is om mensen op hun benen te zetten, hoe Hij mij op mijn benen gezet heeft. Daar ben ik iedere dag zo dankbaar voor.